De oude gebouwen te Marienburg die niet meer functioneel zijn, moeten weg. Ondernemers moeten de gelegenheid krijgen om daar hotels neer te zetten, zodat de toerismesector verder kan bloeien. Dat wil minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken bewerkstelligen voor het gebied dat bekend staat als een van de minst ontwikkelde in het district. De minister geeft de private sector alle ruimte om met initiatieven te komen. We kunnen geen monumenten laten staan in dit land. Toch? En daarom ben ik ook bij OW. Alle monumenten gaan verdwijnen. Je gaat binnenkort dat ook zien. Toch? Het gebeurt al en we gaan alle monumenten weghalen. Daarvoor is er een regering om ontwikkeling te brengen, niet om monumenten te laten staan. Dus ook in Marrewijnen roepen we de investeerders vooral op om te investeren in Kommerwijnen, zeker Marienburg, voor de agrarische industrie, toerisme, maar ook gewoon de nood aan woning. Toch? Megatoerisme. Waarom kan er in Kommerwijnen zo'n prachtig gebied geen 5-sterren hotel komen langs de rivier? Moet toch mogelijk zijn? Dus wij moeten de barrières die er misschien waren in het verleden weghalen. Dat mag bij deze regering niet. Niemand moet een barrière hebben om te komen investeren. Dus we gunnen het alle initiatieven die we horen, die komen om zeker in Kommerwijnen te investeren, gunnen we dat. En OW heeft een rol meer op infrastructuur, dus waar we een handje kunnen meehelpen, gaan we dat doen. Maar voorlopig zijn er geen concrete afspraken gemaakt. We kijken even wat geïnteresseerden zelf willen doen. Maar de monumenten weghalen, komt de toerisme sector dan niet in de problemen daarmee? Want er zijn mensen die daar juist de monumenten willen opzoeken. Nee, ik praat niet over de echte monumenten. Ik praat over halfgebouwde gebouwen of halve bruggen. Okay. Dat noem ik monumenten. U kent de vele staatsgebouwen die niet afgerond zijn. U ziet de kolommen, de vloeren. Als u gaat naar de OE-dependances, je gaat wegrennen, huizen helemaal vol houtlus en vleermuizen. Dat zijn monumenten die al jaren staan. Nou, die monumenten gaan verdwijnen. De districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safik Rajab, heeft het initiatief genomen om Marienburg een facelift te geven. De DC is reeds begonnen met het opruimen van het gebied. Nou, ik heb afgelopen weekend iemand gevonden die al die oude materialen opkoopt, die schroet. En hij heeft me gezegd van hij zal komen oriënteren. Dus ik denk korte tijd zal ik moeten aanpakken, want er is veel vuil, huisvuil en oude materialen die eigenlijk wegvervoerd moeten worden. Marienburg moet eigenlijk een Marienburg worden waar het echt goed vertoeven is. Maar nu als je ziet is het erger dan een ghetto. De DC van Kommerwijnen, Mohamed Safik Rajab. De regering wil Marienburg een facelift geven. Dat geldt voor zowel het woongebied als het monument.